Van de grootste talenten van het Nederlandse tennis. Ze won verschillende titels en vorig jaar begon ze aan een indrukwekkende comeback. Michaela Krajicek. Ja, we hebben van het weekend hebben genoten van de finales op het Australian Open. Waarom was je daar niet? Ja, nee, ik ben geblesseerd helaas. Dit keer aan mijn elleboog. Dus met mijn knieën gaat het goed nu. Bijna moedeloos, dit keer aan mijn elleboog. Ja, ik heb nu de afgelopen paar jaar, daarom heb ik ook vooral me gefocust op mijn dubbel. Afgelopen 2 jaar. En nu gaat het weer beter met mijn knie. En helaas heb ik een beetje last van mijn elleboog nu, maar hopelijk duurt het niet meer lang. Dus. Ja, want je hebt in je carrière ontzettend veel blessures gehad, dus niet de eerste. Ja. We hebben even een levensgrote foto van jou laten maken, in actie. Dit ben jij. En we hebben even aangegeven welke blessure. Niet de mooiste foto. Jongen. Nou, we hebben alle foto's van jou gekeken. Maar sowieso, ja, in het echt zie je er prachtig uit. Maar in actie zie je er ook heel mooi uit. Maar, ook heel mooi. Wel fanatiek in ieder geval. Wel fanatiek, ja. Dit zijn alle blessures volgens mij die je gehad hebt. Of mis je er nog eentje? Nee, dat klopt wel. Ik heb mijn enkel gebroken inderdaad. Op 2 plekken was het al. Of twee botten gebroken, laat ik zo zeggen. 1 plek. En ik heb 4 knieoperaties gehad, inderdaad. Ik heb beide polsen. 4 knieoperaties? Ja. Ik heb eigenlijk problemen gehad met beide polsen. Die hebben de linkerpols niet bij gehad. Ik was een keer gevallen toen ik uit balans raakte bij een smash. En toen had ik mijn bot gebroken, dus die moet er nog bij. Ik moet daar maar nog een plek bij. Gaan we er nou uitzending bij plakken? Nu dan mijn rechter elleboog. Mijn rechter pols helaas 2 keer. Dat duurde echt lang. De ene keer, voor de rest, ik weet niet wat is dat. Ja, je hebt ook iets gehad met je hart, las ik. Oh ja. En dan zit daar mijn hart, hè? Ja, die zit in het midden. Ja. Biologieles. Maar wat had je precies? Dat was al een tijdje geleden. Maar dat was een beetje. Ik deed dat een beetje te maken met stress. Oké, okay, dus, zeg maar hartkloppingen-achtige zaken. Nou, dat was heel onfijn, maar dat was. Maar dat is gelukkig helemaal voorbij. En ik denk als ik er nu op terugkijk, dat het toch wel een beetje met stress te maken had. Was het ook de stress om. Dat je terug wilde komen en constant weer door blessures geraakt werd? Ja, dat de combinatie denk ik van een paar dingen die op dat moment gewoon speelden. Maar wat is er? Je schildklier, die zit daar ongeveer. Ja, klopt. Wat was dat? Ja, dat heb ik gewoon vanaf mijn geboorte al inderdaad. Ja, wat heb je precies? Nou, gewoon een schildklier die niet goed werkt, laat ik zo zeggen. Maar daar heb ik nooit echt met mijn tennis problemen gehad. Maar misschien meer, vermoeidheid? Ik kan ook heel veel excuses maken met mijn conditietrainer dat ik wat kilo's had aangekomen. Maar voor de rest klopt het wel een beetje. Ik had eigenlijk rechter schouder nog, nu ik erover nadenk. Oh. Ja, het is eigenlijk best zielig, ja, nu ik er zo naar kijk. Maar Mark, als we een pop van jou zouden maken, hoeveel prijzen zouden daar ongeveer op zitten? De kleine dingetjes heb je altijd wel. Als je aan het judo bent, je bent met een contactsport bezig. Je hebt natuurlijk je oren, de bekende bloemkooloren. Ja, bloemkooloren. Maar je tenen en je vingers, ja, die gaan wel eens dubbel. Wel eens gebroken. Maar toch, dat zijn geen dingen die carrière bedreigend zijn. Nee. Of zo. Dan gaat het meer om de wat grotere dingen. Ik heb ook een knieoperatie gehad en dan ben je gewoon een paar maanden daaruit. En dan moet je stapje voor stapje weer opbouwen. En, wel inherent aan topsport. Ik denk dat er geen topsporter is die gewoon daar fluitend doorheen gaat zonder fysiek ongemak. Ja. Je gaat toch tot het randje. Ja. Dus je loopt wel eens ergens tegenaan, hoort erbij. Hey, in 2007 was jij eigenlijk op je topniveau. Dat hebben we allemaal gezien. Ja. Je hebt veel tegenslagen gehad, veel blessures ook. Heb je er ooit aan gedacht om misschien te zeggen van ik stop er gewoon mee, ik heb er wel 2 keer aan gedacht inderdaad, omdat het gewoon vooral na mijn laatste eigen knieoperatie deed het gewoon, duurde het heel erg lang. Lag ik er echt minimaal 8 maanden uit en iedereen was heel, laat ik zeggen iedereen, de dokters waren heel negatief met wat ze eigenlijk erover zeiden. En dat was gewoon heel moeilijk om te horen, want ik had de eerste paar maanden wat ik revalideerde, kon ik geen eens in het water gewoon op mijn been staan, laat zeggen van iets echt doen, weet je. En in het water moet je eigenlijk wel dat kunnen al. Hoe zie je daar er nu uit? Ik ben nu heel veel conditietraining aan het doen, dus dat heb ik heel erg bezig. En elke echt een dag, krachthonk trainen? Ja, echt elke dag 2 keer per dag en wat cardio natuurlijk erbij. Ja. En voor de rest fysio. Ik las ergens, het meest wat ik mis, dat zei je,
is de geur van een tennisbal. Een nieuwe tennisbal. Nieuwe, klopt, ik heb hier nieuwe tennisballen voor je meegenomen. Ik zou zeggen, maak hem open en dan moet je mij eens uitleggen waar dat dan naar ruikt. Nou, ja, ik weet het. Het geluidje het al, hangt, ja, het geluid is super, maar het is net als met een flesje cola, weet je? Ja, ik maar, meer associatie met bier, maar... Maar ja, ik ken de Dunlop tennisbal natuurlijk, dat ze van de tennisbond zijn. Die ruiken weer wat anders. Ik heb andere merken die ik lekkerder vind ruiken, laat ik zo zeggen. Andere merken, andere geuren? Ja, echt andere merken hebben andere geuren. En, ja. en voordat je ze gaat slaan, dan doe je al eerst even... Dat is volgens mij alleen mijn vet is hoor, niemand doet dat. Welke merk ruikt het lekkerst? Voor mij, ja, misschien omdat ik het gewoon elke keer, omdat ik daar gewoon graag speel op Wimbledon, speciaal met Schlesinger. Oh ja. Dus dan. En waar ruiken Schlesinger ballen na? Ja, ik weet, het is gewoon heel specifieke geur. Heel moeilijk om te. Jij zou ze ook wel met een test zou je ze uit elkaar kunnen. Als we blinde test, die leggen de ballen neer, ja, dan zou je ze. Ik denk Schlesinger ballen. Ik denk het wel. Misschien zouden we ook wel een fout maken, hoor. Maar. Ja. Maar. Ik denk wel, omdat ik het ook vaak doe. Het ruikt gewoon heel erg naar lijm. Het is eigenlijk gewoon een soort lijmsnuiven wat je doet. Nee, je wordt helemaal hard. Moet je eens proberen. Ja. Wat is je droom nu nog? Omdat het eigenlijk goed gaat met mijn knie. Helleboog dan. Maar omdat het goed gaat met mijn knie wil ik nog echt heel graag het nog een keer proberen in mijn single, laat ik zo zeggen. Ja, dubbele, dat is natuurlijk minder blessuregevoelig, maar je zegt ik wil toch zingen. Ja, ik ben eigenlijk heel erg dankbaar dat ik gewoon nog kon dubbelen de afgelopen 2 jaar. Anders had ik gewoon ook helemaal niet op de tennisbaan bijna gestaan. Want ik gewoon voor mijn single kon ik echt bijna niet meer dan een half uur, weten gewoon meeste mensen niet, gewoon meer dan een half uur trainen. En omdat mijn knie gewoon zo'n pijn, ik kon het gewoon niet aan. Ik huilde ook en mijn coach zei echt van oké, nee, dit gaat echt niet. Nee. Dus, en nu omdat het dan goed gaat weer met mijn knie, omdat we gewoon iets hebben gevonden dat gewoon werkt. Wil ik echt heel graag gewoon nog een keer in mijn single gewoon goed zijn. Omdat ook al ja, deed ik het nu best wel goed eigenlijk in de dubbel, ook op de Grand Slams, dus gewoon niet hetzelfde gevoel. Heb je daar nog doelen bij? Dat je zegt, nou, ik wil minimaal top 100 halen en anders, als dat niet lukt, dan hoeft het niet? Of binnen dus, 2 jaar? Of... Ja, ik was dus nu aan het eind van het jaar begonnen met wat single toernooi. Ik heb in totaal 5 single toernooi gespeeld. En ik ging van plek iets van 430, 440 naar 170, dus of 180. Dus het ging al heel snel, dus dat is op zich super. Maar ja, voor mijn gevoel, weet je, ik wil sowieso minimaal de top 100 in. En ja, dan kijken we wel verder. Ik bedoel, ik heb mijn eigen doel, weet je. Maar ja, ik kan nu natuurlijk zeggen, ja, ik wil top 20 en top 10, weet je. En ik ben er nooit geweest, dus ik wil eerst gewoon stap voor stap. En mijn hoogste ranking was ooit 30. En ik zou dat sowieso graag een keer nog eens willen evenaren. Ik denk dat ik dan, en op de grenzen, het gewoon goed doen. Ja, heel veel succes daarmee. Dank je wel. Grote applaus. Nu ga je de kaartje.